dit je op school, hoor. Dat, ja, dat is een. Ja, dat is de boerderste. Op de kopse kant. Zo hier. Hier, dit is 4. Straaien. Dus ja, maak het niet uit dat ze maar in dezelfde volgorde doen. We hebben buitengewone dingen door wij en we hebben van allerlei buitengewone activiteiten en dan buitengewone meesten heel uit. We hebben oudere meesten, jongere meesten en een hele diverse doelgroep van psychiatrische patiënten, ex-verslaven, ja, neem het maar op. Dit is mijn draaibureau, Jens. Hoi. Ik kreeg ontslag en ik draaide een beetje over de kop en ik blauw. Met bepaalde dingen zitten. En die dronk was een pilsje te vallen. En zat waar ben ik hier welkom dan. Dan zijn nog heb ik wat bestedingen leren. En ik ben zelf een pro-ervaring in de metalen spullen niet meer. Heb ik vroeger altijd niet. Nou, ik ben je nou wat helpen wat in het hout. Nou, de rommel wat steken en misschien wat steken. En dan repareer ik het spul nog wat niet meer. En dat bevalt me aardig. Ik maak graag waar. Als je draaien moet nog aan. Draaien moet je nou. Ik heb ooit in het verleden heb bij de sociale werkzin gewerkt en dat had me net heel best verdiend. In die zin, het werd te groot. En de aandacht voor de meesten kwam er net meer van. En toen zijn we dat met ons. En wij willen graag bij de meesten wezen en naast de meesten staan. En we zijn allemaal wat zelf moeten doen. Dus zo is het uiteindelijk ontstond. Ja, heren, eerst maar even een bakje, zeker? Dat doen we. Dat dacht ik. Zijn we helemaal gewonnen? Ja. Zodra je binnen ben je een man als 18 die je boos in het traject zit. Die ben je net alle dagen, maar gemiddeld zijn 12 tot 15 meisjes meer daar is. Maar. En wat maakt je hem? Wij maken je kasten, tafels, stoel, lounge sets. Ja, eigenlijk van alles wel wat de vraag is. Naar de hucht en naar de hucht te zijn. Ik ben een auker, dus en zo ben ik dus ik bij buiten de grond van. Nou ja, en, ja ik doe van, ja, je doet van alles wat. Binnen als boer. Ja, prachtig gewoon. En hoe zit dat met jou? Ik zit je voor, zit hier thuis. En dat bevoel me net. Ik heb een structuur en een regelmaat. Dan heb ik Bart een soort sollicitatie gestuurd van Michael BD aan het werk. Dan ga ik hoe die wordt doen en dat bevalt hartstikke goed. En waarom is het zo'n leuk bedrijf om voor te werken? Nou, ik heb net het gevoel dat het maakt. Het gaat gewoon geleidelijk, zeg maar. En hou ik gewoon een rekkerschip met iedereen. Het is heel sociaal en heel wezenlijk. Ja. Vooral het is heel sociaal en dat vind ik wel belangrijk. Heel prettig werken. Wij hoeven net altijd te sturen op de zorg, maar ik gewoon de meeste functioneren letten. Daar zijn prettig bij vielen. En dat is eigenlijk het grote verschil. En dat koel was nooit, als die stand te sturen en nu staan we ernaast. Ik ben thuisburg, hè? Gelukkig net zo vaak. Valt wat oud algemeen, hè?
Het is nog even zaad in doos. Nee. Ja. En ben je me altijd te geer aan het werk? Laatst koot je al, want we zijn altijd met meer mensen. En we hebben wat pech gehad met die jongens. Dat is in die tijd een heel hard verprorenbuis. Wat met slimme ziektes. En een andere man die kon werk net met doen. Dat we zijn, nou ja, wat we waarom. Geen die mensen. En dat we peel nog even wat met z'n beiden om. Ik heb altijd vanaf 12 al, nou ja, kreeg hier en vrijdagen altijd al mijn scheiden en zijn omke mij. Nou ja, toen ik even kwal had, ben ik heel voort niet mee gingen. Mijn paken was hier 23 jaar, dat is van mezelf begonnen. Hij had een lid van omke en ja, toen kwam mijn huid erbij, dat was de oudste. Dat waren een stukje wat broers. Ja, en die ben eigenlijk al gewoon wat in het vaak mee gingen. Dan had ik weer de tweede, nou, toen was ik... Nou ja, eigenlijk zes vier weken heb ik meer 16 jaar toen meer ik gestudeerd weer, maar toen woon ik met zijde mijn en omkens mij dan en nou, ze hebben ik er wel wat in roegelen. Maar toen later is Johannes erbij kwam en ja, ze gaat dat dan niet keer maar wat droog. En dat is wel ja, iets wel heel groot geweest ik en dat dat is altijd wel wat droog altijd. Maar ja, dat is ons leven en we vinden het prachtig alle dagen weer. Elke droog een PB gaan, maar het valt net aan. Een goede vakleer te vinden net. Dat is eigenlijk even het hele punt. Dus eigenlijk wat hij gauw wat van krijgen? Ja, hij komt wel een paar in productie en nemen ze staren gewoon wat. En dat is tijd. Ja. En luidt er al wat op een planning? Nee, maar rustig. Oh.